In de video van vandaag zitten we in een iets andere setting, zoals je misschien wel ziet achter me. Niet op mijn zolderkamer in mijn thuisstudio, maar we zijn bij iemand op bezoek. De meeste van jullie zullen de Gouden Tempel al wel herkennen. We gaan het hebben over beleggen, aandelen dus, bitcoin ook. Maar ook zeker over ondernemen en nog andere onderwerpen. Ik denk zeker interessant, maar dat ga je dus allemaal wel zien in het gesprek. Dus laten we snel beginnen. Dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Zoals ik eerder al in de intro zei, op een iets andere plek. Vandaag zijn we dus op bezoek bij Joël Beukers. Ja. De meeste van jullie zullen hem al wel kennen, maar voor degenen die hem nog niet kennen, stel je even voor, zou ik zeggen. Ja, ik ben dus Joël Beukers. Ik heb een supplementenbedrijf. Ik ben actief op social media. Ik heb een vodka-merk, dat doe ik samen met iemand. En kleding hebben we, een merchandise plus een applicatie. En wat we doen met die supplementen, dat is coaching leveren. Dus online coaching met een diëtiste, noem maar op. Hele pakket. En daarnaast actief natuurlijk gewoon met centjes beleggen. En zorgen dat het geld voor mij inderdaad een passief inkomen oplevert. Ja, want eigenlijk ben je, ja, zo ken ik jou eigenlijk natuurlijk vanuit social media, waar je zei, Instagram vooral, YouTube. Ja. En je bent vooral ook ondernemer natuurlijk. Ja, ik was ook begonnen als ondernemer en ik heb mij dus in 2012 ingezet op social media voor mijn eigen merk. Dus het is wel, ik zag dat als een marketing tool. En zo heb ik eigenlijk, ja, zo ben ik uitgegroeid tot een hele personage op social media natuurlijk. En nu doet iedereen het op social media, zijn eigen merk promoten en dat soort dingen. Maar toen de tijd was dat eigenlijk best wel uniek, of het eerste bijna. Ja. Nou, met die voedingssupplementen wel, ja. Want je had fitnessmodellen en bodybuilders, die waren allemaal, hadden ze contracten bij grote merken. En ik was eigenlijk ook, ik begon met een supplementenmerk in een hele verzadigde markt. Het enige wat dus niet verzadigd was, was dus dat social media nog. En daar ben ik dus doorheen gepenetreerd. En zodoende is dat gaan lopen. Natuurlijk, mensen zien ook direct met wie je te maken hebt natuurlijk. Je bent, ja, zoals je zei, zelf je eigen merk eigenlijk. Ja. Dus dat is wel interessant, denk ik. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Ik probeer nu steeds meer mensen erbij te halen ook. Dus dat het niet alleen maar op mijn schouders hangt. Even. Het kan zijn dat ik een keertje geblesseerd ben of ziek of noem maar op. Dan wil je toch ook wel dat het merk ook kan lopen, wat het ook gewoon doet. Het is een webshop, mensen die zijn heel tevreden met de spullen, ze kopen het gewoon. Mm-hmm. Dus het is niet zoals ik een dag niet post dat er niet wordt besteld. Maar je wil in principe, dat is mijn volgende fase, zeg maar, wil ik mezelf buiten spel zetten. Dus dat ik niet meer nodig ben. En dat is dus ook even een reden dat ik ook ben gaan beleggen. Dat soort dingen. Want ik kan niet voor eeuwig op social media blijven. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het is, je wil ook iets meer privé, weet je, op een gegeven moment. En ik moet zeggen dat we in Nederland kan ik niet eens naar de supermarkt zonder dat ik herkend word. Ik vind het hartstikke leuk hoor. Maar ja, gaat dat nog 10 jaar zo door, weet je wel? Dat is de vraag. Dus verspreiden, zorgen dat ik zelf steeds minder nodig ben in het bedrijf. Dat is wel mijn doel nu, zeg maar. Ja. En dan zei je net al, beleggen. Volgens mij was het bijna een jaar geleden dat je mij berichtjes stuurde op Instagram. Ja, ik zat jouw video's te kijken en zo. En ik was dus al op zoek naar mogelijkheden om dus mijn geld voor mij te laten werken. Mm-hmm. Dus ik begon, ik had interesse in het compound effect gewoon, in Warren Buffett beleggen. Niet zozeer wat best wel voor de hand liggend is. Dus ook bijvoorbeeld huizen, dat soort dingen allemaal. Maar dat in mijn optiek vergt dat te veel werk. Want er gaat altijd wel wat kapot of iets. Daar heb je allemaal mensen voor. En ik wil gewoon zonder mensen mijn geld wegzetten en dat het gewoon zichzelf kan verdienen. Daar wil ik ook bij zeggen dat ik ben een ondernemer. Dus
ik vind het leuk om stukjes bedrijf ook, hè, wat Warren Buffett ook zeg maar doet. Ik vind dat leuk. Dus ik pak dingen waarvan ik denk, nou, hè, door gewoon logisch na te denken, van hè, dat gaat om die reden waarschijnlijk groeien. Nou, dat vind ik dus leuk om te doen. En huizen, daar zie ik alleen maar koppijn in, zeg maar. Nou, je ziet heel veel mensen de huizen doen. Zit ik zelf ook te denken, ik denk altijd, de drempel is hoger. Ten eerste het bedrag, maar zeker ook de kennis. En je krijgt er dan huurders bij. Maar eigenlijk ben je ook vrij beperkt. We zijn met heel veel mensen op hetzelfde huis bezig, zeg maar. Dat is maar een beperkt aanbod. Terwijl aandelen voelt veel breder. Ja. Precies de bedrijven die je wil. Precies, ja. Wereldwijd. Ja. Je koopt wel een aandeel van Apple, maar je gaat geen huis in Amerika kopen. Precies, ja. Ja. Dus dat. En ik denk dat dat ook veel schaalbaarder is qua inkomen wat je kan krijgen uit aandelen. Want je moet bij wijze van spreken inderdaad 100 huizen hebben, wil je echt geld ermee verdienen. En met die aandelen kan dat heel snel opschalen. Met dat compound effect natuurlijk ook. En dat blijft groeien. Compound op compound. Maar met die huizen is dat lastig, want die prijzen die gaan natuurlijk niet... Het zal niet zo snel verdubbelen als een aandeel. En het gaat niet keer 10 of zo'n prijs voor een huis. Nee, binnen nu en een jaar bijvoorbeeld. Nee, en een aandeel kan dat wel, snap je? Dus ik vind dat veel interessanter, die schaalbaarheid ook van die... Eén druk op de knop, ik heb een aandeel. Huis, hypotheek, dit, dat, met mensen werken, moet ingericht worden, gesloopt, noem maar op. Dus dat had voor mij allemaal geen interesse. Dus ik ben dus lekker die aandelen ingegaan. En trouwens ook toch een beetje digitaal goud. Klein beetje digitaal goud. Alleen de bitcoin. Mm-hmm. Al die andere munten, rommel, dat doe ik niet. Daar heb ik ook geen verstand van. Dus daar ga ik ook helemaal niet induiken. Ik doe gewoon die bitcoin, ik heb daar veel over gelezen. Ik denk dat daar wel iets van... Ik denk dat die bitcoin wel redelijk stand houdt. Zeker dus als je ziet hoe dat gaat met inflatie en zo. Dat eigenlijk geld, je echte geld, wordt steeds minder waard. Zeker nu in deze crisis gaan ze bijprinten. Dus je ziet ook dat Tesla en zo, grote partijen, die stappen nu in. En als dat zeg maar gaande is, dan is die munt ook veel stabieler. Op een gegeven moment. Mm-hmm. En dan kan het echt worden gezien als een digitaal goud, zeg maar. En ik denk dat dat wel voor mij in elk geval interessant is om in elk geval een klein gedeelte van mijn portfolio daarin te hebben. Ja. Dus het is iets van 10% of zo wat ik daar dan inzet. Je hebt wel redelijk risicovol, maar toch wel redelijk percentage nog steeds. Maar... Jij zegt risicovol inderdaad. Ja, onzeker is het. Ik hou van... ooien gaan, hè, met dingen. Dus ik vind dingen, ik heb echt de grootste aandelen zijn volgens mij dan, vind ik, redelijk stabiel. Bijvoorbeeld Basic Fit. Mm-hmm. Daar zit ik dan in. Waarom? Basic Fit, dat is een markt die ik zelf ook gewoon begrijp. En ik weet dat als de gyms open gaan, is dat het eerste wat gelijk terug knalt gewoon naar het oude niveau en misschien zelfs wel beter, want mensen zijn het helemaal zat. Ja. Ze gaan allemaal trainen en waarom weet ik dit? Wij zaten zelf ook in de lockdown vorig jaar. Mm-hmm. Gyms die gingen weer open. Beste maand ooit in mijn webshop op de supplementen. En dat zal geheid zo gaan met de gyms. En ja, dat is voor mij een no-brainer gewoon om daar in te zitten. En eventueel kan ik er zelfs nog invloed op uitoefenen met mijn social media misschien wel. Ja, maar het is inderdaad precies de markt die je denk ik kent, want ja, je bent alleen maar heel erg actief in deze markt. Ja. Maar je hebt denk ik ook je hebt andere beleggingen. Hoe doe je daar je onderzoek naar? Is dat echt dat je ook, lees jij dingen? Lees jij jaarverslag? Lees jij andere dingen? Of? Ja, ik lees voornamelijk artikelen. Maar bijvoorbeeld Bloomberg dingetjes, dat soort dingen. Dat CNBC. Ja, die ja. En ik ben lid van, of ik volg van die Instagram pagina's.
zo'n geverifieerde pagina en alles. En dan lees ik dan artikelen, heel veel. Maar dat gaat natuurlijk voornamelijk over Amerikaanse aandelen. En, maar bijvoorbeeld zo'n Basic Fit, dat lees ik allemaal in gewoon. Ja. Een hele jaarverslag, ja, daar ga ik niet altijd induiken. Behalve als het echt gewoon een beetje fout gaat, zeg maar. Dan ga ik er even kijken. In achteraf dus, niet vooraf per se. Maar nou, meer... niet zo heel uitgebreid. Ik ben gewoon, ik kijk wel heel logisch gewoon naar aandelen, zeg maar. En zoals zo'n Basic Fit kijk ik gewoon heel logisch naar. En denk van ja, het is nu crisis. Zij hebben een hele lange adem. Ik heb artikelen gelezen dat ze zo ook aandelen nog uit kunnen geven, eventueel. Dan hebben ze weer geld. Dus dat is allemaal geen probleem. En met het oog op het vaccin dat dan deze zomer hopelijk uitgerold is, denk ik wel dat zij ook kunnen profiteren juist van de kleinere partijen die waarschijnlijk wel failliet zijn gegaan in Europa. Dus dat is voor mij gewoon logisch nadenken. En dat aandeel, dat kocht ik geloof ik op €12, weet je wel. Dus ja, dan kan je bijna, dat is natuurlijk een unieke kans wat er is gebeurd eigenlijk met deze pandemie. Daar heb ik natuurlijk op gewacht ook. Dat, ik was al bezig met verdiepen in beleggen, maar het juiste moment was ook nu met die pandemie. Ja, dan zit je op die €12 en dat is natuurlijk gewoon, dat is gewoon een... Heel mooi begin. Dat is een aanbieding, hè? Aandelen in een uitverkoop. Ja. Zoals Warren Buffett dat zegt. Ja, en dan koop je dat gewoon. Want je bent van tevoren al begonnen met boeken lezen, ander onderzoek, maar je hebt echt wel gewacht tot dit moment? Of had jij anders, als er geen crisis was geweest, was je dan toch begonnen? Bijvoorbeeld, kijk, je kunt ook denken, ik leg elke maand een klein bedrag in, dan ben ik vast bezig. Terwijl ik ondertussen misschien ook wacht op een dip of zo, een crash in de markt? Nou kijk, ik was in 2019, de zomer van 2019, mezelf aan het voorbereiden. Op, dus inlezen, dus boeken lezen. Het boek van Warren Buffett heb ik gelezen. Ik heb de intelligente belegger, dat boek. En voornamelijk dus ook die filmpjes kijken van jou. En dus die artikelen lezen. En dat had ik dus eigenlijk allemaal gedaan. En toen, gaandeweg was ik ook aan het lezen in het boek van Warren Buffett. En dat was eigenlijk een beetje geschreven na de crisis van de vorige financiële crisis. Dat boek is best wel oud al. Maar dat maakt voor mij niet uit, zeg maar. Want het is gewoon een lange termijn strategie. En dat kan je eigenlijk in principe altijd toepassen. Maar dat staat wel gewoon duidelijk in van... je moet die aandelen in de aanbieding kopen. En ik zat te kijken van ja... De aandelen zijn nog nooit zo hoog geweest. Dus ik dacht, ja, ik moet dat nu niet doen. Ik wacht ermee. Ik had wel het account al aangemaakt. Dus alles stond in principe ready. En toen ben ik wel begonnen om even te kijken hoe het allemaal werkt in game aandelen. Want er kwam een nieuw spelletje uit, weet je wel. En toen ging ik even kijken, hoe werkt dat, weet je wel. Ze gaan dat aankondigen, onderzoek doen, weet je wel. Ja, dan gaat het aandeel iets omhoog. En daarna zakt het allemaal weer, weet je wel, als er zo'n hype is geweest. Dus dat was voor mij even proberen gewoon. En toen denk ik corona. Toen klapte even die hele beurs in. Nou, het hele pakketje erin zo. Alles stond klaar. Iedereen zat natuurlijk in die wachtrij en zo. En ik had natuurlijk gewoon spulletjes in orde. En ging gewoon, heel toevallig ook natuurlijk. Hè. Want ik was er eigenlijk nooit mee bezig. Ik was altijd bezig met mijn business. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet wat doen met dat geld, want dat staat stil. Dus hè, ik kan investeren in mijn bedrijf, maar op een gegeven moment ga je ook echt verdienen, weet je. En dan staat dat geld niks te doen. Dus dat is zonde. En ik wilde gewoon lekker een box 3 inkomentje hebben. Dat is beter dan box 1 natuurlijk. Precies, ja. Ik was er helemaal klaar mee. Ja. En als het dan voor de lange termijn doet, want Warren Buffett is wel echt iemand die zegt... Value beleggen, hè? Dus echt wachten op het juiste moment tegen de juiste waardering. Kies je dan ook echt aandelen daarop uit? Of heb je ook ooit kortere termijn? Of want je bent ondernemer, dus je neemt waarschijnlijk meer risico dan een gemiddeld persoon. Is dat ook bij beleggen dan? Of gedeeltelijk? Of? Ja, kijk. Mijn eerste insteek was lange termijn. Ja? Dus daar zit ook gewoon... Ik denk 90% van mijn vermogen zit wel,
Ik denk al 80% van mijn vermogen zit dan echt in lange termijn aandelen. Echt aandelen die je ook langer wil dan wanneer de crisis weer voorbij is? Ja, alleen dit was zo'n uniek moment, de crisis, dat ik ook wel creatief ben gaan nadenken. Weet je, wat gaat er nu straks als eerste het weer doen? En dat zijn al die dingen die het hardste klap hebben gehad. Nou, bijvoorbeeld dus die Basic Fit. Maar de Basic Fit wilde ik sowieso eigenlijk wel instappen, omdat het natuurlijk wat meer bij mij ligt. We gingen heel erg kijken, wat heeft nu hele harde klappen gehad, maar gaat het straks gewoon weer doen als het allemaal over is. En dat was allemaal vorig jaar. Het heeft iets langer geduurd dan ik had gedacht, weet je wel. Ja, ik zit er dus wel nog in. En elke keer als ik weer naar beneden ging ik gewoon bijkopen. Want ik weet dat als het open gaat, dan wordt het booming. Gewoon alsof het Tweede Wereldoorlog is geweest. En dat je daarna jaren van welvaart hebt. Gewoon met mensen die hebben geld over. Ze zijn niet op vakantie geweest, ze zijn het helemaal zat. Ze willen spenderen, ze willen lol maken, ze willen naar feesten, ze willen op vakantie, ze willen naar het buitenland. Ik denk dat er echt hele mooie tijden aangekomen voor de beurs. Alhoewel ik wel een beetje me zorgen maak om eventueel dus een reset met dat geld printen en al die onzin. Want het is nou jouw eerste jaar in principe op de beurs. Ja. Hoe heb je die dan beleefd? Het is een heel apart jaar, het lijkt me. Want dit is voor mij natuurlijk mijn eerste jaar. Dus ik weet niet hoe het normaal gaat, maar ups en downs, dat is niet normaal, weet je. Soms denk ik echt, ik moet wel echt leren. Dat moest ik in het begin, dat het is niet mijn geld. Zo moet ik er naar kijken, weet je wel. Dan staat er soms zo'n hele jaar salarissen, die zijn in één keer in een dag eraf. Weet je, en dan is iets weer gekelderd, weet je. Er is iets in het nieuws gekomen, of wat dan ook. Maar dat is ook wel Warren Buffett. Dus je moet en naar kunnen kijken dat je stok 50% minder waard wordt gewoon in een dag. Daar moet je naar kunnen kijken. En als je dat dus niet doet, hè, je gaat je zo in paniek. Dat is paniek, hè? Dat is beurs gewoon. Iedereen paniek. Verkopen. Oh, het gaat rood. Dan ga ik ook mijn shit verkopen. Nee, rood is voor mij even wachten en bijkopen. Ja. Het hele pakket. Maar dan krijg je dus het emotie gebeuren natuurlijk. Want, ja, maar die zet ik uit. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Ik denk namelijk dat emotie misschien wel... Nou, het zijn echt schapen gewoon. Mensen. Ja. Als mensen... Op de beurs. Schapen. Allemaal schapen. Ja, niet alleen op de beurs. Denk bij Bitcoin hetzelfde. Je ziet wel uit op Instagram die foto's, die tekeningen van... Wil je Bitcoin voor 1.000 euro? Zegt iedereen nee. Voor 10.000? Nee. Maar nou is die 50 en nou wil iedereen hem hebben. Ja, ja. En hetzelfde natuurlijk als het rood staat. Maar weet je waarom dat ook is met de Bitcoin wel? Dat die Bitcoin, die is dan geloof ik nu 1 triljoen bijna, geloof ik. Ja, ja? Markt. Okay, dus stel dat die 1.000 is, ja, dan is die markt zo klein. En sowieso is die markt heel klein, want 1 triljoen is niks vergeleken de aandelenmarkt. Maar dat betekent dat 1 miljardair voor die 1.000 euro Bitcoin, die kan die hele markt beïnvloeden. Ja. En dat is het gevaar. Dus daarom stap ik nu in die... Ja, ik heb wel... niet nu, maar ik heb er ook al flink wat rendement al op gemaakt. Ik heb geloof ik voor 25.000 euro gekocht. Wat hoog is. Alleen hij is nu wel een stuk stabieler. Ja. Dan zeker nu zo'n groot bedrijf als Tesla erin zit. Wat ook gevaarlijk is. Want die kan ook zomaar eruit stappen. En dan gaat iedereen zijn shit verkopen, dat weet ik nu al. Dus dat is het gevaar. Ja. Dat het te, maar het is natuurlijk te beïnvloedbaar is. Ja, maar het dus dan wil je eigenlijk veiliger hoger zitten. Dat is wat... Maar het is veiliger dan een jaar geleden toen Tesla, Microvision en heel veel rijke mensen dan er niet in zaten. Het bewijst zich ook wel weer, wil zeggen. Ja, daarom. Dus je kan beter. Want ik heb in 2018 ook wel in die laatste Bitcoin hype. En allerlei andere munten en weet ik veel wat allemaal. Daar werd ik ook helemaal in gezogen. Dat is dan allemaal weer weg, weet je wel. Mm-hmm. Dus, maar dat is gewoon omdat die markt zo beïnvloedbaar is. En als één iemand reclame is, een grote partij, dan gaat iedereen het dumpen. Want wat is nou een bitcoin eigenlijk? Wat is dat nou? Het levert niks op. Nee, maar ja. Het genereert geen waarde. Nee, dat klopt. Dus, wat is het, weet je? Vertrouwen.
dat is het. Dus als die hele grote partijen erin zitten, dan is het een veilige haven voor je geld. En misschien wel een hele leuke investering. Want dat is wel potentieel iets wat, hè, ze zeggen dat die naar 1 miljoen kan. Ja. Weet je? Nou, als je een paar hebt, zit je wel lekker. Maar ja, zit je lekker. Wat als die inderdaad over 10 jaar wel 1 miljoen is, weet je wel? Of over 5 jaar, of misschien wel niet. Heb ik het toch geprobeerd. Ja, FOMO. Ja. Ja, in ieder geval, ja, maar het is ook omdat ik wel een beetje zorgen maak ook om die inflatieklappen. Ja. Dus dat een klein beetje verspreiden. Door dus ook daarheen te gaan. Want als die beurs wel inklapt, dan denk ik dat al die beleggers, de grote jongens, wel hun geld dan ook naar de Bitcoin douwen. Dat zag je ook met de vorige financiële crisis. Dus die Bitcoin in het leven gebracht. Vanwege de crisis en de corruptie en dat soort dingen. Dus ik denk dat als de beurs inklapt, dan gaan ze ook wel weer naar die Bitcoin. En dat is eigenlijk wat er nu ook is gebeurd, hè, vorig jaar. De beurs klapte en ze gingen bam naar die Bitcoin. Ja, Bitcoin klapte. Die is ziek gestegen. Klapte in het begin ook mee. Ja. Terwijl je eigenlijk niet per se zou verwachten. Maar ik zit nou ook te denken, beleggen is het laatste jaar heel erg populair. Ja. Maar is het bijvoorbeeld dadelijk als je zegt, gyms gaan open, mensen gaan terug naar het normaal. Hoe kijk jij daar tegenaan? Gaan mensen dan ook geld wat ze nu in aandelen hebben zitten er weer uithalen? Denk je dat die winst gaan pakken? Ik denk het niet. Want Dave, als heel veel mensen begonnen zijn, kan dat ook impact hebben op de markt. Klopt. Alleen als ik... kijk, ik beleg natuurlijk op een iets ander niveau dan bijvoorbeeld een vrijtijdsbelegger die bijvoorbeeld gewoon een normaal inkomen heeft. Die dan inderdaad per maand bijvoorbeeld een paar honderd euro erin stopt. Maar ik denk dat het wel ook voor die mensen een soort van verslaving is. Weet je? Je ziet je geld groeien. Je hoeft er niks voor te doen. Het zit erin. En als je dus kijkt over lange termijn, dan kan iedereen op die manier in principe, in theorie, miljonair worden op hun 50ste. Als je er op je 20ste mee begint en je gooit er elke maand 30% van je salaris erin. Ja, dan kan je over 30 jaar miljonair zijn, snap je? Met compound. Ja. En als ze dat beseffen, dan denk ik dat wel blijft. Ja, ik denk ook dat het meer komt omdat mensen, denk ik, bewuster zijn met hun pensioen. Ja, niet tot ja, pensioen 70ste is willen leven. Pensioen is onzin. Of willen werken tot je 70ste, dat ga je ook over nadenken. Ja. Liever niet, bijvoorbeeld. Nee, je kan dan gewoon stoppen als je 50 bent. Want je hebt dan die miljoen in aandelen. Als je van je 20ste tot je 50ste dat doet, bijvoorbeeld. En heel structureel. Dat geld dat staat erin, maar als je 60 bent, dan is het misschien wel 10 miljoen volgens mij met die compound. Ja, op het einde gaat het hard. Dus, snap je? Ja. Dus je hoeft het niet uit te halen dan. Je hoeft dan ook niet meer te werken, maar je verdient wel geld. Ja. En dat is eigenlijk wat die Warren Buffett natuurlijk gewoon heeft gedaan. En die heeft, geloof ik, pas na zijn 50ste 94% of meer... Toen is zijn vermogen gaan groeien, weet je. Ja, volgens mij zei hij het ook altijd, want hij kocht een huis en die vrouw... Die wilde in de vereniging een schenking doen. En zijn verhaal was altijd van, ja, ik kan nu wel 1000 euro geven of dollar. Klopt. Maar ik kan liever over 10 jaar 100.000 geven. Want precies. Hij wist het effect van dat geld. Ja, hij is gewoon de compound. Weet je, Einstein zegt het ook. Dat is het achtste wereldwonder. Ja. Maar dat is toch mooi ook? Ja, zeker. Dat is fascinerend gewoon. Maar ik zelf denk ik dan ook... hoe vind jij een balans daarin? Want je kunt denken, als je dit weet, dan wil je liefst alles uitstellen. Maar je kunt ook niet alles uitstellen. Je bedoelt met aankopen en dat soort dingen. Ja, maar ook gewoon... Dan ben ik het goede voorbeeld met mijn gouden auto. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er nu, wat je zegt, heel anders naar. Ik ben er dagelijks mee in de weer. Want ik heb die gouden karren. Die staan daar... geld te verliezen, ja. Zeg maar. Die Ferrari staat de hele winter, ja, je hebt staat het geluk... in mijn mancave staat die. Ja. Maar ik heb inderdaad goed erover nagedacht. Ik zou nooit zo'n auto, zeg maar, kopen als het me niet iets oplevert.
Dat is het. Zakelijk is het slim. Ja. Als je een persoon privé zou rijden. Ja, zou ik dat niet met het vermogen wat ik dan nu heb, zou ik dat niet doen. Dan zou ik echt gewoon misschien 100 miljoen willen hebben. En dan denk ik van nou, dat ga ik doen. Ja. Snap je? Dus 1% van je vermogen kan best naar speeltjes. Ja. Speeltjes zijn leuk, het is leuk. Alleen zoveel, het wordt steeds meer. Je moet steeds beter. Komt weer steeds weer wat nieuws, hè? Je wordt er helemaal ingezogen. Ja. En inderdaad, het levert, het vermindert in waarde waar je bij staat. Ja. En vooral dus, als je gaat beseffen wat het je op kan leveren op de lange termijn, als je het niet had gekocht. Exact. Maar goed, daarom denk ik heel goed over na. Als ik dit niet had gedaan, die gouden auto's, dan had ik ook al die marketing niet. Want ik ben uitgenodigd bij tv-programma's en noem maar op, dat komt er ook allemaal bij. Dus het is wel onderdeel van mijn imago van Clean Nutrition, van de wodka en die kleding en alles. Dat hoort er wel bij. Maar ja, moet dat steeds... Op een gegeven moment had ik 3 van die gouden karren. Toen dacht ik ook, nou ben ik helemaal klaar mee. Want die dingen die moeten ook allemaal onderhoud en het is allemaal gedoe. Dus ik ben het wel een beetje aan het downsizen. En ook gewoon wat minder duur. Want ik ben hartstikke blij bijvoorbeeld met die Hummer van Sam. Daar kan ik echt van genieten gewoon. Ja. En dat is een fractie van wat zo'n Urus kost. En die Hummer zal ik helemaal niet afschrijven. En die is super praktisch. Je kan er met z'n 6 in. Ja, ik kan er gewoon van genieten, weet je. Net zoveel dus als van zo'n Urus. Ja. En dat is dus de vraag van ja, ga er nog meer van die nieuwe gouden karren komen? Ik denk het wel, maar wel iets downsize allemaal. Ja. Qua aantallen. Ik heb nu twee dure gouden jongens. Ja, dat is misschien toch eentje eruit. Ja. Dus, maar puur om dit inderdaad. Ja. Ik denk nu ook wel dagelijks van, nou, ik ga nou het hele spulletje verkopen. Ik gooi het nu nog in die aandelen. Ik ga straks de wereld open en dan koop ik straks alweer koop ik er 10. Weet je wel? Ja, misschien wel. Dat als het nog kan. Ja. Daar zit ik zelf ook mee, want zou ik een auto willen kopen? Ja. En dan denk ik ooit wel van, ja, als ik het investeer, dan is het later meer waard. Maar als ik 5 jaar wacht, kun je geen leuke auto's verkopen als alles elektrisch is. Je wilt toch het gevoel. Oh. Ja. Zo denk ik ook al ooit over na. Oh, denk je? Jij wil benzine rijden dus, heel graag. Nou, ik heb geïnvesteerd in Tesla. Ja. Maar qua beleving... Maar je rijdt helemaal geen Tesla. Nee, maar qua beleving lijkt me een V8 veel leuker. Ja. Nou, kijk, dat heb ik gekofferd. Ik heb voor mij dan mijn allereerste goede sportauto, dat was dan die Maserati. Toen ging mijn volgers ook zo. Dus dat was voor mij ook het moment, hey, auto werkt goed als marketing toen. Mm-hmm. En als imagobuilder en noem maar op. Maar die auto heb ik nog steeds. En dat is de allerbeste V8 gewoon die er is. Het mooiste V8 geluid, vind ik. Ook een Mercedes V8, ja. Maserati, dat is echt top gewoon. Dus die hou ik. De Ferrari heeft natuurlijk V12, super, maar de Urus bijvoorbeeld, die heeft een V8 met turbo's. Dat is helemaal stom. Dat is gewoon, er zit zelfs een box in om geluid te genereren. Ja. Nou, dat vind ik zo triest. Dat is net zoiets als kartonnetjes tussen je spaken douwen. Weet je wat je vroeger deed? Maar, ik heb altijd gezegd, als zo'n Tesla dus komt, die sneller is dan mijn Ferrari, dan koop ik die. En die komt binnenkort. Die komt binnenkort, ja. Ook bij jou. Ja, dat gaat. Ik heb net iets gezegd. En dan moet ik er volgens mezelf even over nadenken. als van Tesla. En dus dat het niet. Dat laden gewoon. Dat je wel echt gewoon bereik hebt. Dus 800 kilometer heeft een nieuwe, geloof ik. Ja, plus. Klopt, zoiets, ja. Nou, dat is voor mij al helemaal goed. Want met zo'n Ferrari hou je dat never nooit natuurlijk ook. Hè? Heb je het ook nodig? Vraag ik me dan zelf altijd af. Nou, dat ik wil wel met zo'n ding bijvoorbeeld naar Oostenrijk kunnen of zo, weet je wel. En niet dat ik daar 80 uur in de rij sta, want dat gebeurt dus ook, hè. Op die wintersport dingen. En ik vind het wel belangrijk, ja, dat je wel, dat je niet om de 200 kilometer of zo, weet je. En dat je hem ook gewoon kan gebruiken. Ja. Dus hè, dat je gewoon de hele tijd dat ding kan trappen. Net zoals met zo'n Ferrari, weet je wel. Dan kun je gewoon de hele tijd doen en dan denk je weer en dan kan je weer verder. Ja. Ja. Dat wil ik dus ook met zo'n elektrische car dan.
Niet dat je de hele tijd 100 moet rijden, weet je. In Duitsland. Nee. Dus ja. En dan misschien een laatste vraag van... je hebt heel veel van tevoren voorbereid, uit de boeken gelezen. Maar hoe is nou het eerste jaar? Is dat precies gegaan zoals je gedacht had? Behalve dan de crisis, maar... Ja, of heb je dingen geleerd waarvan je dacht van... Oh, had ik anders voorgesteld? Of... Dit is totaal niet wat ik had verwacht. Qua mijn strategie die dan aangepast wordt op de huidige markt. Waar je kansen ziet om je geld letterlijk... Het is natuurlijk een uniek moment. Hè? Dit is nooit gebeurd in 100 jaar, zeg maar. Nee. Met die laatste pandemie en zo was. Dus dan ga je ook kijken, oké, ik dan... Want ik vind het leuk ook, het is voor mij een spel van hoe kan ik met bepaalde aandelen mijn geld verdubbelen? Of misschien zelfs, ik had het geloof ik vertwaalfvoudigd. Of ik had een heel risico aandeeltje had ik. En die, ja. was toen van $1 ging naar $12. Hey? Ja. Morgen. Ja, maar dat soort dingen vind ik wel weer leuk ook om te doen. Maar dat is natuurlijk niet de strategie die Warren Buffett volgt. Maar dat is natuurlijk een uniek moment. Zelfs hij heeft ook dingen veel verkocht. Hè? Omdat je moet je gewoon aanpassen aan de situatie. En je kan bij heel veel dingen kan je leuk profiteren. Maar dan moet ik er wel bij zeggen. Ik ben iemand die neemt heel snel risico's. En ik kan ze ook nemen. Snap je? Mm-hmm. Dus wat voor mij heel veel geld ook is, ik geef daar niet echt, ik heb daar niet echt een emotie ook bij, weet je. Ik kan heel makkelijk heel veel geld verliezen, zeg maar. Ja, dat klinkt misschien raar, maar nee, ik, snap ik ben heel relaxed erin, want ik denk, oké, nou, het komt wel weer goed, het komt wel weer goed, ik koop wel weer bij. Uiteindelijk komt het bij mij dan in elk geval altijd wel goed. Maar dat is wel een risicootje. Maar die weet je dan moet je dus niet met al je geld doen, zeg maar. Nee, dat is wat ik wil als zeggen. Je toch een klein gedeelte pakt en je denkt er goed over na. Je weet, precies. Het kan verviervoudigen, maar het kan ook halveren. En die jongens zitten ertussen, zeg maar. En dat is eentje, die heb ik echt gewoon goed gepakt. En dan kan je ook meer leien ook, weet je. Dus als je eentje raak hebt, hè, van $1 naar $12, dan maakt het niet uit of je twee anderen verliest. Nee. Maar tot nu toe gaat het nog redelijk zonder te veel verliezen, zeg maar. Ja, dus, ja, je moet je best hebben gedaan, wil je het afgelopen jaar volgens mij geld hebben. Ja, het is echt een extreem rendement. Extreem. Ja, ik had het natuurlijk wel verwacht toen de crisis er kwam. Maar het is natuurlijk niet normaal eigenlijk. Nee. Dus, nee. Maar dat is wel... toen ben ik wel even alle hens aan dek. Ook toen die crisis kwam, heb ik wel echt... het hele pakketje erin geschoven. Zo. Dus ja, dat is wel, dat moet ook in je zitten om dat te kunnen doen. En je hoofd koel houden gewoon. Ja. Ook als het dus een dagje minder is. Zoals niet in paniek zoals deze week. Ja, maar deze week, uiteindelijk valt het me nog mee. Klopt. Echt reuze mee zelfs. Ja. Dus ja. Mooi. Dus op naar het volgende jaar. Benieuwd. Ik ben er heel optimistisch over. Gewoon omdat de wereld open gaat. Sowieso is dat leuk natuurlijk. Maar ik denk dat er echt een heel euforische periode aan gaat komen met een soort van booming periode. Ja. Dus. We zullen het zien. Ja. In ieder geval dankjewel voor je interview. Ja, jou ook bedankt Ruud. Ik vind het hartstikke leuk om hierover te praten. Dus, mooi. Ja. En misschien wel... Benieuwd eigenlijk wat jullie denken trouwens van wat we het komende jaar gaan verwachten. Maar laat zeker ook weten in de reacties onder de video of je nog meer wilt zien van Joël. Of ik vaker een gesprek moet houden. En laat dan ook vooral weten wat je zou willen zien. Kunnen we dat altijd meenemen in een volgende video. Precies. Lijkt me leuk trouwens. Volgende video. Ik hoop dat de kijkers het ook leuk vinden. En inderdaad, laat ook even inderdaad weten waar we het over moeten hebben. Dus je zei al van, moet het meer over ondernemen gaan of... dieper misschien in op bepaalde stukken, dat kan. Maar laat het vooral weten in de comments. En dan, als jullie het willen, dan gaan we nog een video maken, Ruud. Kom op een tijdje hier terug. Ja. Is goed. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende video dan. Ja, groei lekker.